hier is Wendy. Vandaag zijn we aangekomen bij week 4, ronde 10. En we gaan het volgende met elkaar samen haken. We beginnen met een topvierkantje in kleur nummer 1. Dan hebben we kleur nummer 3 erbij. Dus we beginnen het eerste tussenvierkantje in kleur nummer 3. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Wat je opvalt is dat we elk blokje een andere kleur hebben. Dus we gaan nog maar één ronde voor deze week haken. Omdat er al genoeg af te hechten valt. Daar gaan we. We beginnen dus met kleur nummer 1. Nou, zoals je ziet heb ik mijn draadjes weer mooi weggewerkt. Zodat we makkelijk kunnen werken. We gaan een opzetlusje maken. Andere kant. Ik zat aan de achterkant van mijn haaknaald zoals je zag. We gaan insteken in de eerste steek van het topvierkantje, vastmaken en we gaan 5 lossen opzetten. 1, 2, 3, 4 en 5. In de achterkantjes gaan we de los ophalen. 5 keer een steek ophalen totdat we er 6 op de haaknaald hebben. Dus dat is 2, dat is 3 op de haaknaald, dat is 4, dat is 5 en dat is 6. 6 steken op de haaknaald. In de eerste steek gaan we een keer lossen halen en we gaan terug haken. Door 2, door 2, door 2 is 4, is 5. En de laatste. En zorg dat die steek niet over elkaar heen zit, hè? Want anders dan wordt je verticale draadje niet recht. Dus dan hebben we nummer 6. En we gaan hem weer opzetten. Onder het lusje door en op de haaknaald. Is 2, is 3, is 4, is 5 en is 6. Een gek dingetje ertussen. In de tweede steek gaan we een keer lossen halen en we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5. En 6. En we gaan weer beginnen. 1. Oh, wel de hele steek oppakken, want anders wordt die niet mooi. En 3. En 4. En 5. En 6. In de derde steek insteken. En we gaan weer terughaken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan hem weer opzetten. 2, 3, 4, 5 en 6. En de vierde steek. 1, 2, 3, 4. Een beetje wol pakken. Hij komt uit een nieuwe bol. Ik heb een nieuwe bol wol op de wolwinde gedraaid. De andere gebruik ik voor kleine blokjes. Die is bijna leeg. Dus dat werkt wat makkelijker als ik weer met een nieuwe bol begin. Maar hij zit wel weer wat stugger in zijn bol, merk ik. Dus we gaan naar de vijfde steek en weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. We gaan hem tellen. 1, 2, 3, 4, 5. We gaan met een halve vaste de offset de afhecht toemaken. Dus onder de steek door en door 2, 3, 4 en 5. In het volgende blokje de eerste steek aanhechten met een halve vaste, een losse en die gaan we aantrekken en dan gaan we knippen, want we gaan naar de volgende kleur. Elk blokje wordt nu anders, dus we zullen het schaartje echt bij de hand moeten houden. Want elk blokje wordt nu een andere kleur. Het volgende blokje wordt kleur nummer 3. En kleur nummer 3 is bij mij middenblauw. We gaan aanhechten in de eerste steek. Wel even op mijn haaknaald zetten. In de eerste steek aanhechten. En draadje aan de rechterkant vastmaken. We gaan nog een draadje ophalen. Is 2. En daar gaan we. De volgende.
is 3. De volgende is 4. De volgende is 5. De volgende is 6. 6 op de haaknaald. En we gaan terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5. In deze steek gaan we een keer loshalen en we gaan terughaken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Kleur nummer 3 haken we ook in TSS, dus de Tunisian Simple Stitch. Onder de draad door en we zetten hem op de haaknaald. Dat zijn de twee kleurtjes die gelijke steken hebben. Kleur nummer 1 en kleur nummer 3 hebben die TSS steek. 4, 5 en 6. En dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4 en 5 keer een steek opgehaald. Is derde keer losse halen en weer terughaken. 4, 5 en 6. En we gaan weer de volgende. 1, 2, 3, 4 en 5. En ik heb een heel mooi krummeltje aan wol, zie ik. Maar dat hoort bij vandaag. Ik ga zo meteen vertellen waarom. Na dat blauwe blokje, na dat lichtblauwe blokje zal ik het vertellen. 2, 4, 6. En we gaan naar de vierde steek en we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan nog één toer opzetten. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan in de vijfde toer terughaken. 3, 4, 5 en 6. En we hebben 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan afhechten, hetzelfde als kleur nummer 1, door een onder de steek door en een halve vaste. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. Aanhechten in het volgende vierkantje met een halve vaste, een losse, trekken we aan en ook deze knippen we af, want we gaan naar de volgende kleur. We hebben gehad kleur nummer 3, dan gaan we naar kleur nummer 2. En kleur nummer 2 is lichtblauw. En lichtblauw, kleur nummer 2 bij mij, gaan we haken in TKS, Tunisian Knit Stitch. Dus we gaan weer breien samen. We gaan aanhechten. Ik ga het een beetje opzij leggen. Goed in frame. Ja. Hoep. Aanhechten. En vastmaken. Draadje even aan deze kant. Dat vind ik altijd vervelend als je aan de voorkant zit. En we halen een tweede steek. In de volgende 3. In de volgende 4. In de volgende 5. In de volgende 6. 1, 2, 3, 4 en 5. Gaan een keer losse halen. En een begintoer opzetten voor kleur nummer 2. In breisteek TKS. 3, 4, 5 en 6. Van de TKS hebben we altijd dat eerste verticale draadje. Zit geen tweede achter, dus gewoon op je haaknaald. En vanaf deze steek kunnen we tussen de twee draadjes door en op je haaknaald zetten. 5 en 6. Insteken in de tweede steek en we gaan hem weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we weer. 1, 2, 3, 4 en 5. In de derde steek een keer losse halen en we gaan weer terughaken. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we weer. 1 en 2 en 3. En 4. 5 keer een steek opgehaald is 6 op de haaknaald, 4e toer. En we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6.
En nog één toer. Ja. Gaan we nog één toertje opzetten. Tussen de twee draadjes door. 3, 4, 5 en 6. En in de vijfde steek gaan we een draadje terughalen. 3, 4, 5 en 6. We hebben er weer 1, 2, 3, 4 en 5 gehaakt. Dus we gaan weer afhechten. En de afhechttoer maak je een breisteek maken op de haaknaald en een vaste. Een breisteek op de haaknaald en vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste. Een losse. En die maken we als afsluitknoopje. Ook deze knippen we weer af. En we gaan naar de volgende kleur. We hadden 1, 3, 2. En we gaan nu weer naar 1. Kleur nummer 1 is bij mij de roze. Dus die gaan we aanhechten. Op de haaknaald. En daar gaan we. In de eerste steek insteken. Ik wil dat draadje even aan de rechterkant, dan is die gelijk weg. Aanhechten. In dezelfde steek nog eentje halen. En ik heb hier allemaal extra draadjes, maar dat hoort bij vandaag. En dan gaan we een derde. Ik moest even kijken of ik in frame was. En een... Nou, deze is strak. Was net ook al zo, want ik heb hem al een keertje voorgehaakt. Ga ik zo vertellen. 5 en 6. En we gaan 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek een keer los halen en terug. Ik weet niet of jullie ermee bekend zijn dat het universum wel eens een nee-dag heeft. Ik noem dat tenminste zo. Maar misschien herkennen jullie dat wel. We gaan weer de TSS haken trouwens. Hè? Dus even tussendoor. TSS is gewoon weer onder het draadje de simpele steek. Ik noem het zo als een dag gaat dat je van alles plant, maar niks wil lukken. Alles loopt tegen. En gewoon dingetjes die normaal gesproken echt vanzelfsprekend zijn, zelfs die lukken niet. Nou, vandaag is zo'n dag. Maar ik wilde toch heel graag een filmpje opnemen. Dus ik ben nu al aan het derde filmpje bezig. En dit wordt ook mijn laatste. Als deze niet lukt, dan stop ik ermee vandaag. Maar ik ben niet van het opgeven. Ik ga altijd door. Omdat ik zoiets heb van, en toch zal ik deze dag verslaan. Ik wil geen nee-dag van het universum. Maar vanmorgen was ik dus begonnen om een filmpje op te nemen. Nou, ik viel bijna van de trap. Met mijn spulletjes toen ik naar boven liep. Ik kom boven en ik denk, oh ja, ik heb altijd een kopje koffie staan, die ben ik vergeten. Nou, even naar beneden. Dus mijn kopje koffie gemaakt. En die staat er nu ook niet, omdat ik vandaag geen zin meer had om koffie te maken. Toen was ik boven, wil ik gaan filmen. Ach, mijn telefoon ligt nog beneden en daar neem ik mee op. Dus de telefoon weer halen. Zo begon het al en dat ik dacht, oh nee hè, het is toch niet zo'n dag hè. Nou, het is zo'n dag. Niks lukt. Ik ben met een filmpje begonnen. Ik kon niet aanhechten. Nou, dat is toch echt belachelijk dat je gewoon je topvierkantje niet kan aanhechten. We zijn ondertussen bij de vijfde toer aangekomen. Dus die gaan we afhechten met een halve vaste. Dan ga ik zometeen weer verder met mijn verhaal. Want het is wel belangrijk dat we goed door blijven gaan. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan afhechten met een halve vaste door 2. En dan gaan we aanhechten aan het volgende blokje. 4 en 5. Aanhechten in het eerste steek met een halve vaste, een losse. En die gaan we aantrekken als afsluitknoopje. We knippen hem af. En we gaan verder met kleur nummer 2. Kleur nummer 2 is bij mij lichtblauw. En lichtblauw haken we, of kleur nummer 2 althans, in TKS. Dus we gaan weer breien. We doen hem in de eerste steek aanhechten. In dezelfde steek nog een draad halen. En daar gaan we. Dat is 3. De volgende is 4. De volgende is 5. En de volgende is 6. We gaan terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5.
Dus de vijfde steek pakken we een keer lossen. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur nummer 2 in steek TKS Tunisian Knit Stitch. De eerste steek is maar één verticaal draadje, dat klopt. En dan vanaf de tweede steek kunnen we tussen twee draadjes door een draad ophalen en op de haaknaald zetten. Dus we gaan gelijk weer de mooie breisteek zien als je deze toer af hebt. We gaan een keer lossen halen in de tweede steek en we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan weer tussen de twee draadjes door. Dus vanmorgen had ik al geprobeerd om een filmpje op te nemen, maar wat ik al zei, ik was bijna van de trap gevallen met mijn haakwerkje en mijn schaartje, etcetera. Mijn koffie vergeten, mijn telefoon vergeten. Nou, eindelijk was alles gereed, dus gezorgd dat het patroontje klaar lag en zo. Weer tot rust gekomen, slokje van mijn koffie. En ik ga beginnen met filmen. Ik kon gewoon niet aanhechten, dus opnieuw. Patroon leg ik verkeerd uit, opnieuw. Nou, ik heb hem 5 keer geprobeerd vanmorgen en toen dacht ik, nee, het gaat hem niet worden. Dus ik ben weer naar beneden gegaan, mijn huishouden gedaan, lekker even naar het tuincentrum gefietst, paprika pandje gehaald, etc. En ik dacht vanmiddag, het was een uur of 2, ik dacht, weet je wat, het gaat hem nu wel worden. Dus weer naar boven, weer de koffie vergeten. Maar goed, ik had wel mijn telefoon mee, dus het was maar 1 keertje naar beneden lopen voor de koffie. En weer hetzelfde. Patroon wilde niet goed, dat ik het patroon niet goed ging uitleggen. De steken wilde niet lukken. En ondertussen hebben we 1, 2, 3, 4, 5 steken gehaakt in TKS. TKS hechten we weer af met een vaste. Dus in de steek en een vaste. Breisteek en een vaste. En dat is 4. En dat is 5. En we gaan hem aanhechten in het volgende vierkantje met een halve vaste en een losse erbovenop waar we een afsluitknoopje van maken. We knippen hem weer af en we gaan naar kleur nummer 1. Dus we gaan kleur nummer 1 een opzetlusje maken en ik ga hem aanhechten in het vierkantje. In de eerste steek gaan we hem aanhechten met een halve vaste. In diezelfde steek maken we nog een tweede draadje. En daar gaan we. Volgende is 3, volgende is 4, volgende is 5, volgende is 6. We hebben er weer 6 opgepakt. Gaan terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5. En dat wordt een begintoer voor TSS, Tunisian Simple Stitch. Dus dat wordt een makkelijke steek. Dus gewoon weer onder het draadje door en op je haaknaald zetten. Dus vanmiddag ben ik gaan beginnen, maar ik wilde het lot toch tarten van helemaal geen dag in het universum. Ik wil gewoon een filmpje opnemen. Dus ik zit hem net beneden te bekijken. Nou, alles hier gehaakt. En ik dacht dat ik goed zat op te letten. Alles beneden in beeld gefilmd. Steken die scheef gingen, steken die fout gingen. Niet normaal. Dus ik ben naar beneden gegaan en weer wat voor mezelf gedaan. En dit is de laatste kans voor vandaag. 3 keer een scheepsrecht, zeggen ze. Dus ik ben hem nu voor de 3e keer ben ik hetzelfde filmpje aan het opnemen. En tot nu toe, het gaat gelukkig goed. Dus misschien is de nee dag op zijn retour. Dat hij toch weer denkt van, oké, Wendy Rademaker, maak jij dan maar een filmpje. Dus dat is het verhaal van vandaag, waardoor ik zeg van, oh ja, maar die steek zit ook strak. Of oh ja, daar gaat het ook niet helemaal lekker. Want ik heb deze toer dus al 2 keer voorgehaakt. We zijn ondertussen bij de 5e toer. 3, 4, 5 en 6. Dat wordt de 5e toer. Die gaan we weer terughaken. 4. 5 en 6. En we gaan hem afhechten. Eerst even tellen, Wendy. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan hem afhechten met een halve vaste. 2, 3,
4 en 5. Aanhechten. 1, 2, 3, 4, 5. In het eerste steekje van het volgende blokje. En zoals ik, als je twijfelt, altijd even terugtellen. Dat is de handigste manier. We knippen hem weer af. We hechten hem aan. En we gaan nu verder met kleur nummer 2. Ja, even gecheckt. Kleur nummer 2. Ik moet het natuurlijk wel goed voorzeggen. En kleur nummer 2 gaan we weer haken in TKS. Tunisian Knit Stitch. We hechten hem aan. En in dezelfde steek nog een draad halen. In de volgende is 3. In de volgende is 4. In de volgende is 5. En in de volgende is 6. 1, 2, 3, 4 en 5. Dus dat kleine steekje. Daar ga ik een keer los halen. En we gaan de begintoer maken voor kleur nummer 2. Die we haken in TKS. Tunisian Knit Stitch. Dus we gaan weer breien. De eerste heeft maar 1 draadje. Dus dan ga je voor dat draadje een draad halen. En bij de andere tussen de 2 draden door. En we zetten hem erop. 3, 4, 5 en 6. We gaan in de tweede steek een draad keer los halen. Ik moest even mijn werkje een beetje beter neerleggen, want ik zat erop met mijn hand. 2 en 3 en 4 en... Oh. Rustig aan. Bijna een knoopje erin, zag je het? 4, 5 en 6. En we gaan weer de draden oppakken. Oh nee, niet de draden oppakken. We gaan TKS haken. Tunisian Knit Stitch. Dus tussen de draden door. 2, 3, 4, 5 en 6. In de derde steek een keer loshalen. En we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan de volgende. 2, volgende 3, 4, 5 en 6. In de vierde steek een keer lossen. En we gaan weer terughaken. 3, 4, 5 en 6. In de volgende, 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek en we gaan weer terughaken. 2, 3, 4, 5, 6. En daar hebben we hem. 1, 2, 3, oh, sorry, dat was hem niet. 1, 2, 3, 4 en 5. Dus we hebben 5 toeren gehaakt en we gaan beginnen aan de afhechttoer, is de breisteek plus een vaste. De breisteek plus een vaste. De breisteek, 3 en dat is 4 en dat is 5. We gaan hem aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste en een losse en die maken we als afsluitknoopje. We knippen het weer af. En we gaan naar het volgende blokje. En het volgende blokje komt in kleur nummer 1. We maken een opzetlusje. En we gaan kleur nummer 1 aanhechten. Zeg ik het goed? Ja, kleur nummer 1. Even checken. Zeker vandaag gaan we zeker even checken. En we gaan in dezelfde steek een draad ophalen. En dat is nummer 3. In de volgende is nummer 4. In de volgende is nummer 5. In de volgende is nummer 6. En we gaan weer terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan een keer loshalen en terughaken.
voor de begintoer van kleur nummer 1. En die haken we in TSS. Dus dat is weer de simpele steek. Onder de draad door. En we zetten hem erop. 3. 4. Oh, even terug, niet te veel. 5. En 6. In de tweede steek een draad halen. Is je keer lossen. En we gaan weer terug. Nou ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig als jullie zo mijn verhaal gehoord hebben. Wat ik zeg over een universum met een nedag. Klinkt een beetje zweverig, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Herkennen jullie dat? Dat je zo'n dag hebt dat het gewoon niet mag lukken. En als je dat dan zo noemt, een nedag, dat je het iets makkelijker kan accepteren en gewoon ook dingen, andere dingen gaat doen. Dus vandaag was het helemaal niet de bedoeling om naar een tuincentrum te fietsen. Maar ik heb het gewoon gedaan om dus even zo'n mood, zeg maar. Zo'n vibe waar je in zit, om die te doorbreken. Om gewoon echt iets totaal anders te doen als wat je van plan was. Om maar te hopen dat zo'n dag anders gaat. En dat gaat uiteindelijk ook wel anders, want nu gaat het filmpje toch al echt redelijk. Ik zit goed in frame zo te zien. Ik maak niet al te veel foutjes. Kijk, dat er wat met verhaken fout gaat, mag best gezien worden. Dat vind ik niet erg. Maar herkennen jullie dat? En hebben jullie er een naam voor? Ik noem het dan of een nedag in het universum. Of als er echt heel erg fouten gaan, dus dat je echt valt of wat dan ook, dan noem ik het altijd een pechdag. En als ik eenmaal een dag heb gekenmerkt als pechdag, dan weet ik ook dat ik geen grote dingen moet oppakken, want het gaat hem toch niet worden. We hebben ondertussen 1, 2, 3, 4, 5. 5 toeren gehaakt. We gaan onder het lusje door en een halve vaste afmaken. Dus herken je zo'n dag en heb jij er een naam voor zo'n dag? Ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En dat is 5. En aanhechten in de eerste steek van het volgende blokje. Met een halve vaste en een losse. En die trekken we aan als afsluitknoopje. En we gaan hem afknippen. Dan gaan we naar kleur nummer 2. En we zijn alweer bijna aan het einde. En kleur nummer 2 gaan we haken in TKS. Dus we gaan weer samen breien. Zetten het lusje erop. Aanhechten in de eerste steek. Met een halve vaste. In diezelfde steek haal ik nog een tweede. En dan de volgende is 3. De volgende is 4. De volgende is 5. En de volgende is 6. En we gaan terughaken. 1, 2, 3, 4, 5. Terughaken in de vijfde steek met een keer lossen. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur nummer 2. En die haken we in TKS. Dus we gaan dit draadje ervoor insteken, want we hebben er maar 1. En bij de andere tussen de 2 draadjes door. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. In de tweede steek een keer lossen. En we gaan weer terughaken. 2. 2. 2. 2. En we gaan weer breien. Mensen geloven dat bijna niet, hè? Dat als je nog niet bekend bent met Tunisch haken en je zou dit haken als sjaal bijvoorbeeld of zo. Ik denk dat een hele hoop mensen zeggen, wat heb je dat mooi gebreien zeg. Maar dat je dan kan zeggen, nee hoor, dat heb ik gewoon gehaakt. Is toch echt cool? En dan gaan we weer breien tussen de 2 draadjes door. 4, 5 en 6. In de vierde steek. Je ziet al dat deze grotere steken zijn, omdat ik hem al dus 2 keer gehaakt heb. En toen bleef mijn draadje. Oh, want dan moet je het allemaal weer uithalen. Nou, dan ga je merken als je een blokje uithaalt, hoe vaak je niet een extra draadje hebt, waardoor er dus een knoopje zit of vast zit of iets dergelijks. Dat had ik vooral bij deze blauwe. Misschien ligt het aan de blauwe kleur, dat weet ik niet. Er zaten meerdere knoopjes in. Dat die vast zat, zeg maar, door een steek. Maar goed, we gaan 1, 2, 3, 4 en 5 tellen. Dus we gaan afhechten. En dat wil zeggen in de breisteek en een vaste. En dat is
2 met een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. En een losse erbovenop. En die gaan we aantrekken. We gaan hem afknippen. En we gaan naar het laatste tussenvierkantje. En die gaan we weer haken in kleur nummer 3 met TSS-steek. Dus we maken weer een opzetlesje. En we gaan aanhechten in de eerste steek. En ik merk nu al dat het een dag en nacht verschil is met het vorige filmpje. In dezelfde steek gaan we een tweede draadje halen. En dan de volgende is 3, de volgende is 4, de volgende is 5. Volgende is 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dus in dat eerste steekje een keer losse halen. En we gaan de begin toemaken voor kleur nummer 3. En die haken we in TSS. Even een beetje draad pakken, want die komt nieuw van de bol. TSS is onder het draadje door en we zetten hem er weer op. 3, 4, 5. En 6. En dan halen we in de tweede steek een keer lossen. En we gaan weer terug haken. 2, 3, 4, 5 en 6. En de derde toer. Dat is 4. Dat is 5. En dat is 6. En we gaan hem aanhechten in de derde steek. En weer terug haken. Even een beetje draad pakken. Oh, daarom. Kijk, ik had een klein knoopje. Maar dat hoort er ook bij vandaag, hè? Dit is nog even een laatste move van het universum. Ik geef je nog een knoopje. Maar we laten ons niet kisten vandaag. We gaan gewoon lekker verder. En we gaan terug haken door 2, door 2, door 2. Oh. Nou, jullie zijn er getuige van. Het wordt echt geprobeerd om het niet te laten slagen, het filmpje. Maar gelukkig, met jullie hulp samen, komen we er wel. 4 en 5. Hebben we 5 steken opgepakt. Gaan we in de vierde toer weer terughaken. Door 2, door 2, door 2, door 2, door 2. En we gaan de vijfde en laatste toer opzetten voor dit vierkantje en dan afhechten. 5 en 6. En we gaan hem aanhechten. Dat laatste kleine steekje. Dat is het nadeel van zo'n topvierkantje. Als zet je losse op, dan nog kan het vrij strak zijn aan de zijkant. Omdat je nou eenmaal de hoogte ingaat en daar die losse aan de achterkant maakt. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan afhechten. TSS is met een halve vaste. Onder de draad halve vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het laatste. Of in de eerste steek van het volgende vierkantje. Ik wou zeggen de laatste vierkant die we maken. En we hebben een losse als afsluitknoopje. Deze knippen we weer af. En nu hebben we gehaakt voor week nummer 4, ronde 10, het volgende. We gaan hem even controleren of die klopt. We hadden een top vierkantje in kleur nummer 1. Tussen vierkantje nummer 3. Nummer 2 met een knit stitch. Klopt. 1 TSS, 2 TKS, 1 TSS, 2 TKS, 1, 2 en 3. We hebben hem weer helemaal gefixt. Het is goed gegaan, daar ben ik heel blij om. En jullie ook waarschijnlijk met het verhaal wat ik verteld heb dat het zo fout ging vandaag. Ik ben blij dat hij er eindelijk op staat. Heel veel succes met week nummer 4, ronde 10. Volgende week is het potje weer voller met al die afwerkdraadjes die we hebben. Maar we hebben gelukkig maar 1 week. Dus dat valt wel mee. Of ik bedoel 1 ronde, dus dat valt wel mee.
Ik zie jullie heel graag volgende week weer terug met de volgende ronde. Dag!